Het schoolvervoer is vanaf vandaag weer van start gegaan. Dit zegt Antonio Spocky, voorzitter van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname. De overheid heeft de achterstand over de maand oktober uitbetaald. Om de kinderen niet meer de dupe te laten worden van de acties van de bon, wil Spocky goede afspraken maken met het ministerie van Onderwijs. Ook de oneffenheden over de brandstofcompensatie wil de bond opgelost zien, zodat acties kunnen uitblijven. De bussen die nu op de weg zijn en de boten op het water, dat is schoolvervoer. In ieder geval, dat van de maand oktober is dus in orde. Wij gaan dus onze uiterste best doen om in dialoog te blijven met het ministerie. Om in ieder geval herhaling te voorkomen. Dit willen we echt niet meer hebben. Het is storend voor het onderwijs. Bij de NVB blijven de bussen in de garage en de boten aan de ketting. Er is een gesprek geweest met de directeur van de NVB en volgens Spocky vindt de uitbetaling deze week nog plaats. Als dat het geval is, dan wordt het werk per 1 december aanstaande weer hervat. Nee, van NVB is niet opgelost. We zijn drukdoende bezig ermee. Ik heb wel contact gehad met de leiding van NVB. Ja. De vooruitzichten die zien er niet zo slecht uit. Maar let wel, dan moeten wij dus geld krijgen over op zijn minst, dus tenminste 2 maanden. Juli en augustus.